Ja, minister Beke, u zegt de betaalbaarheid en de kwaliteit van woonzorgcentra is voor deze Vlaamse regering absolute prioriteit. Als u dat meent, minister Beke, dan kan het toch niet zijn dat u vandaag tevreden bent. Vandaag stijgen de prijzen nogmaals met 8%, terwijl ze de afgelopen 12 jaar met 600 euro per maand gestegen zijn. Dan kan u toch niet tevreden zijn over uw beleid in de afgelopen jaren. Dan moet u toch kunnen ingrijpen. En vooral, u zegt nu, ja, ik vind dat idee van de maximumfactuur, ik vind dat niet echt een keigoed idee. Maar ja, we gaan misschien wel iets doen. Maar ja, de vraag is eigenlijk wel, wanneer gaan we dat doen? Wanneer gaan we budget vinden? Als we een budget gevonden hebben tijdens de begrotingsbespreking, dan kunnen we misschien wel iets doen voor de mensen die vandaag, meneer de minister, want dat is het probleem, vandaag, vanaf 1 mei, stijgt opnieuw de prijs van de woonzorgcentra met 100 tot 400 euro per maand. De mensen worden daar vandaag mee geconfronteerd en u vindt het dat er nog tijd, volop tijd is om nog een keer goed na te denken over wat zouden we nu eigenlijk kunnen doen. Meneer de minister, het is tijd om vandaag in te grijpen en ik vraag wat u vandaag gaat doen tegen die facturen. Duidelijk.